Ik open deze zitting met gebed, verzoek de collega's hun baret af te nemen. Mogen de geest van wijsheid en barmhartigheid in ons allen groeien en tot volle wasdom komen. Gaat u zitten. Dames en heren, van harte welkom in deze academische zitting, die geheel in het teken staat van het afscheidscollege van professor Theo de Roos. En hij heeft dit college de titel meegegeven, u kunt het zien, glimmig spiegelbeeld. Het strafrecht als weerspiegeling van de maatschappelijke ontwikkelingen. En ik geef hem heel graag het woord. Ja. Ik vroeg nog even of ik de baret op moest of niet. Maar... De binnenkant komt naar buiten. Nou, dat is een... Klinkt wel heel grimmig. Meneer de rector, mevrouw de decaan, beste aanwezigen. De titel heeft u gehoord en gelezen. En ik vroeg me eigenlijk af in een afscheidscollege. Is dat nou een, van een hoogleraar, is dat nou een droevige of een feestelijke aangelegenheid of iets ertussenin? Dat vroeg ik me af bij de voorbereiding van dit afscheidscollege, dat ik geheel tegen de tijdgeest zonder ondersteuning van de elektronische leeromgeving en zonder interactiviteit voorbereiden. Dus ik verwacht van u ook niet direct weerwoord, eventueel later, maar niet nu. Ik kwam tot de slotsom, het is toch een feestje. De rector is zo vriendelijk bij dit soort gelegenheden en ook trouw aan de traditie om... in dit geval mij nog eenmaal een podium te schenken tegenover collega's, vrienden, andere belangstellenden. In een inaugurele reden wordt de aantredende professor geacht vooruit te blikken op zijn onderzoeksprogramma, wat hij gaat ondernemen. Een afscheidsreden, of zoals het in het Engels mooi heet, de valedictory address, daar is meer ruimte voor evaluatie, bespiegeling, terugblikken. Mijn thema zou ik ook wel kunnen omschrijven met de woorden die een oud collega aan deze universiteit, Wim T. Schippers, dat is alweer een tijdje weg, maar heeft hier rondgelopen, aan Barends Servet, een van zijn creaties, ooit in de mond legde. Waar moet dat heen, hoe moet dat gaan, waar komt die rotzooi toch vandaan? Servet had er bij mijn weten niet specifiek over ontwikkelingen in de strafwetgeving, maar als motto voor die ontwikkelingen kunnen zijn gezongen woorden goed dienst doen. Al is het uitspreken van dit verhaal voor mij een feestje, het onderwerp is helaas minder feestelijk. En toch doe ik, als notore optimist, mijn best lichtpunten te ontdekken. En als objectieve rechtswetenschapper zal ik met de te bespreken wetgevingsproducten of aanzetten daartoe, die in de kiem zijn gesmoord, mijn instemming betuigen waar dat terecht is. Dus niet alleen een veroordelend verhaal, maar een uiterst genuanceerd betoog. Dat bent u van mij hopelijk gewend. Ik geef meteen maar een verklaring voor die titel. Het is... even kijken of ik nog kan lezen. Op gevaar af dat ik de plot weggeef. Maar hoezeer ik mij beroepshalve ook steeds met de misdaad heb bezighouden, een thriller-auteur ben ik niet. Mijn weinig opzienbare uitgangspunt is dat het recht, meer in het bijzonder de strafrechtspleging, de maatschappelijke ontwikkelingen weerspiegelt. Voor het strafrecht is uiteraard allereerst de dynamiek van de criminaliteit van belang. Wij weten dat de criminaliteit in het algemeen gesproken niet meer toeneemt, maar... Blik men wat verder terug, dan is het onmiskenbaar zo dat de georganiseerde criminaliteit na de Laatste Wereldoorlog, door allerlei oorzaken die ik hier verder onbesproken laat, een grote vlucht heeft genomen. De handel in verdovende middelen en tegenwoordig bijvoorbeeld ook de mensenhandel. En die ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de straffen strenger werden en de opsporingsbevoegdheden ingrijpender. Het pas relatief laat onderkende fenomeen van de mensenhandel houdt de strafrechtspleging steeds meer bezig en kost haar veel aandacht en energie over de gehele linie. In de tweede plaats noem ik de immigratiebewegingen
waar de Europese Unie mee kampt en die op het gebied van het bestuursrecht, maar ook voor het strafrecht, impact heeft. Dan moet ik eens even kijken waar ik de sheet naartoe kan bewegen. Ja. Zo kom ik tot een drietal thema's. En dat is ook niet helemaal toevallig. Velen van u weten dat mijn vader dominee was. En ik ben eigenlijk helemaal opgegroeid met het fenomeen van een preek in drieën. Meestal begint het dan in ellende en eindigt het optimistisch met perspectief op het paradijs. Bij mij is het ook in drieën. Ik weet niet of we het paradijs vandaag zullen bereiken. Die drie thema's. In eerste plaats verharding van het maatschappelijk klimaat. Die er tot uitdrukking komt onder andere in verhoging van strafmaxima. In de tweede plaats, ik heb het genoemd verwachtingenmanagement, maar wetgeving die bij de burger verwachtingen wekt dat die criminaliteit eigenlijk voor 100% wel hard aangepakt zal worden en goed effectief bestreden zal worden, dat onopgeloste zaken worden opgelost, et cetera. Zal ik een paar voorbeelden van langslopen. En in de derde plaats het afnemend vertrouwen in de rechtspraak. En dan kom ik te spreken over de inmiddels weer teruggetrokken wet minimumstraffen, maar toch een interessante casus om een bepaald soort denken over het strafrecht aan de orde te stellen. In de eerste plaats dus die verharding. Dan hebben we de verhoging van de strafmaxima. Daar verwijs ik u voor naar de geschreven tekst, want ik heb natuurlijk beperkte tijd vandaag. En ga dan door naar het strafbaar stellen van de illegaliteit, van illegaal verblijf. En het interessante is, toen ik de tekst van mijn verhaal opschreef, wist ik nog niet dat een week of twee later dat hoogst actueel zou worden. Dankzij het ijveren van Sander Terphuis, die werkzaam is bij de NVWR. Ik ken hem ook in die hoedanigheid. En die binnen zijn partij, de Partij van de Arbeid, dit thema aan de orde stelde. En u weet, het is een uitonderhandelde compromis in de huidige regeringscoalitie. Dus het gaat wel ergens over. De Nederlandse Orde van Advocaten, met vele andere organisaties, ik zal ze niet allemaal noemen, heeft felle kritiek geleverd op het nu nog in het conceptfase verkerende voorstel voor strafbaarstelling van illegaliteit. Het gaat dan om een artikel 108a. Ik zal het u even voorlezen, want het is heel kort. De meerderjarige vreemdeling die niet rechtmatig in Nederland verblijft, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie. Blijkens de toelichting op deze korte, maar misschien helemaal niet zo krachtige wet, ziet de regering de voorgestelde strafbaarstelling als een van de instrumenten ter voorkoming en bestrijding van illegale binnenkomst en illegaal verblijf in Nederland. Maar velen hebben dit doel in twijfel getrokken. Een aantal NGO's heeft bezwaar aangetekend tegen de door het kabinet Rutte 2, deze door het kabinet Rutte 2 voorgenomen strafbaarstelling. Amnesty International bijvoorbeeld en het Humanistisch Verbond, maar ook andere organisaties hebben het wetsvoorstel, conceptwetsvoorstel, gehekeld. Het zou eenmaal wet geworden geen probleem oplossen en het zou de stigmatisering van een machteloze maatschappelijk marginale groep in de hand werken. En inderdaad lijkt het erop dat wij hiervan doen hebben met symboolwetgeving in de slechtste zin van het woord. De sanctie die op deze overtreding is gesteld is een geldboete die veelal niet betaald zal kunnen worden, hè, van een kale kip immers. En in dat geval tot de toepassing van vervangende hechtenis zou leiden, waar veelal vreemdelingenbewaring gecombineerd met vaak vruchteloze pogingen tot uitzetting naar het land van herkomst aan de orde is. De regering claimt dat de afschrikwekkende werking van de strafbaarstelling haar meerwaarde vormt, naast de bestaande en eventueel strafrechtelijke maatregelen, bijvoorbeeld vervolging wegens ongewenst vreemdelingschap. Maar wanneer uitzetting niet mogelijk blijkt, zal van afschrikwekkende werking uiteraard geen sprake zijn.
Anderzijds zijn er wel negatieve effecten die, kunnen leiden tot het afhouden van het recht op onderwijs bijvoorbeeld en het doen van aangifte wegens mensenhandel, omdat men zich dan meer niet durft te melden. Diverse wetgevingsadviezen bepleiten nader onderzoek naar de noodzaak van de voorgestelde criminalisering. Maar dat die pleidooien voor dovermans oren bestemd zijn, lijkt aannemelijk, want te vrezen valt dat het kabinet Rutte II, dat op het ministerie van Veiligheid en Justitie dezelfde bewindslieden heeft overgenomen van zijn voorganger Rutte I, evenzeer is behept met de kwaal van wat ik noem facts-free politics. Nou, misschien dat het iets anders komt te liggen dankzij het streven van Sander Terphuis. Maar fact-free politics, niet onderbouwde voorstellen, waar dit voorstel ook een voorbeeld van vormt. Anders gezegd, het doet er niet toe of een wettelijke maatregel in de praktijk werkt en om welke effecten dan precies gaat, als de maatregel er maar daadkrachtig en effectief uitziet. In de memorie van toelichting wordt weliswaar gesteld dat het niet de bedoeling is de aanspraak op onderwijs voor minderjarige kinderen en op medisch noodzakelijke zorg en rechtsbijstand van onrechtmatig hier verblijvende vreemdelingen weg te nemen. Maar het College voor de Rechten van de Mens constateert in zijn advies, geheten strafbaarstelling illegaal verblijf, dat, en dan citeer ik, inzicht in de feitelijke gevolgen van het wetsvoorstel ontbreekt. Zulk inzicht is noodzakelijk om er zeker van te zijn dat deze rechten inderdaad ongemoeid worden gelaten. Het college wijst op een onderzoek van het WODC uit 2008, waaruit bleek dat zowel op het gebied van de gezondheidszorg als op het gebied van het onderwijs van knelpunten sprake is voor deze categorie. Vaak gaat het om onbekendheid bij de vreemdelingen met hun rechten, maar ook om onbekendheid bij de hulpverleners en instanties. Het college concludeert dat de strafbaarstelling de toegang tot het onderwijs voor kinderen, tot medische zorg en rechtsbijstand en de bescherming tegen mensenhandel, uitbuiting en andere misdrijven onder druk zal zetten. En hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om opnieuw bescherming op grond van het vluchtelingenverdrag of artikel 3 EVRM in te roepen. En men doet dan de aanbeveling de bedoelde en onbedoelde effecten van de strafbaarstelling allereerst te onderzoeken, waarbij aandacht moet worden besteed aan de te verwachte effecten op de feitelijke gang toegang tot onderwijs, zorg, rechtsbijstand en die bescherming tegen mensenhandel en uitbuiting. Interessant is dat die kritiek binnen de Partij van de Arbeid, de coalitiegenoten, ook leeft en dat die ook wel is geuit. En dat men anders vanuit de Partij van de Arbeid dan de staatssecretaris hecht aan het ultimum remedium beginsel. Wat voor de hier besproken wetsvoorstel betekent dat eerst die bestuursrechtelijke maatregelen op grond van de Vreemdelingenwet 2000 worden genomen en dat het strafrecht slechts als sluitstuk moet worden ingezet. En dit standpunt van de Partij van de Arbeid, maar we weten niet of het wordt doorgezet natuurlijk, wordt bevestigd door de rechtspraak van het Hof van Justitie Europese Unie. Al denkt de staatssecretaris daar blijkens zijn uitlatingen anders over. Tot zover die strafbaarstelling van het illegaal verblijf. En ik ga dan door naar het volgende voorbeeld. Dat is de levenslange gevangenisstraf. Daar gaat het niet om actuele wetgeving, maar daar gaat het naar mijn idee om de wenselijkheid van wetgeving. In 2008 werd het Forum Levenslang opgericht. Daaraan nemen een kleine 200 personen deel die professioneel zijn betrokken bij de strafrechtspleging en afkomstig zijn uit diverse delen daarvan, zoals de advocatuur, de rechtswetenschap, de zittende en de staande magistratuur. En graag maak ik van dit podium gebruik om nog eens te wijzen op het belangrijke werk dat dit forum heeft verricht en daar ben ik van overtuigd nog zal blijven verrichten. Hopelijk met uiteindelijk succes, dat wil zeggen een humane uitvoeringspraktijk van deze onze zwaarste vrijheidsbenemende sanctie. Het forum is erin geslaagd de problematiek van de executie van deze sanctie op de politieke agenda te zetten,
De politieke partijen werden bestookt met een conceptwetsvoorstel dat voorziet in de voorwaardelijke vrijheidstelling na verloop van een bepaalde periode, die dan langer zou moeten zijn dan de executie van de langste tijdelijke gevangenisstraf van 30 jaar. Dus VI na op zijn minst 20 jaar. En dan aan de hand van een rechterlijke toetsing. Een parlementaire meerderheid is het er evenwel nog niet voor gevonden. En dat heeft stellig te maken met de grimmige tijdgeest. Er valt voor bewindslieden van Veiligheid en Justitie kennelijk geen electoraal gewin te behalen wanneer zij, wat zij via het gratiebeleid wel in hun macht zouden hebben, als zij de lijn levenslang is, letterlijk levenslang, zouden verlaten. Ik moet bekennen dat ik eigenlijk dat verbijsterend vind. Ook bijvoorbeeld van een partij als het CDA. Waarom heb je dan in godsnaam nog die C in je partijnaam? Omdat de juridische mogelijkheden, ik moet eigenlijk zeggen de juridische noodzaak, volop aanwezig is. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, het Straatsburgse Hof, heeft in diverse en vrij recente beslissingen uitgemaakt dat er ten uitvoerlegging van een levenslange gevangenisstraf een inhuman treatment kan opleveren, dus schending van dat artikel 3 van het EWRM, als juridisch nog feitelijk enig perspectief op invrijheidstelling wordt geboden. Dat wil in de termen van het Hof zeggen dat er geen sprake is van reducibility. Een dergelijk perspectief kan, heeft het Hof ook gezegd, door een gratiebeleid worden gerealiseerd, zoals de invoering van een voorwaardelijke invrijheidstelling. Maar dat moet dan natuurlijk wel gebeuren. Tot dusver heeft het gratiebeleid hier te landen echter voor de levenslang gestraften niets opgeleverd. Er is één geval bekend van iemand die terminaal ziek was. Nederland loopt daarmee ook internationaal uit de pas. Nu is uit de pas lopen internationaal helemaal niet altijd slecht, maar in dit geval absoluut wel. De zorgvuldigheid waar bewindslieden zo prat op gaan in de debatten over de afschaffing van verjaringstermijnen, kom ik ook nog even over te spreken, die is hier totaal afwezig. Dan het verwachtingenmanagement. Eerste voorbeeld, afschaffing van verjaringstermijnen. Eind 2012 aanvaarde een sterk verdeelde Eerste Kamer het wetsvoorstel aanpassing regeling vervolgingsverjaring. Het is inmiddels ook in het Staatsblad verschenen. Het voorstel dat uitvoering geeft aan een onderdeel van het regeerakkoord van het kabinet Rutte II voorziet in een uitbreiding van de categorie misdrijven waarvoor geen verjaring geldt. Naar geldend recht waren alleen de misdrijven waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld niet aan verjaring onderhevig, sinds ook al niet al te lange tijd overigens. Maar de nieuwe regeling die strekt ertoe alle misdrijven waarop een maximumstraf, gevangenisstraf van 12 jaar of meer is gesteld, en van de vervolgingsjaring uit te zonderen. En de motivering luidt dan als volgt. In de laatste twee decennia wordt er in de samenleving anders gedacht over de gevolgen die het onbestraft blijven van zeer ernstige misdrijven heeft, in het bijzonder voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Zware delicten, zoals ernstige gewelds- en zedenmisdrijven, zijn niet alleen zeer ingrijpend en traumatisch voor de slachtoffers en hun naaste omgeving, maar zij raken ook in brede zin het vertrouwen in de rechtsorde en de veiligheidsbeleving van burgers. De maatschappelijke behoefte, nog steeds het citaat, aan waarheidsvinding en bestraffing van de daders blijft in die gevallen veelal ook na zeer lange tijd nog bestaan. Het is voor slachtoffers, nabestaanden en de samenleving als geheel niet te verteren wanneer door het verlopen van de verjaringstermijn bestraffing van de daders van die feiten op voorhand niet meer mogelijk zou zijn. Nou, dit is, vind ik, geen retoriek. Je kunt ook niet zeggen dat dit fact-free politics is, omdat er overtuigende empirische ondersteuning voor deze beschouwingen voorhanden is. Inderdaad, tijden zijn veranderd. Ook sinds bijvoorbeeld het Tilburgse proefschrift van Leo van Dorst, dat hier ooit is verdedigd. Die beschrijft ook de pijlers onder de verjaringsregeling. Maar de tijden zijn veranderd en de verwachtingen die in de maatschappij leven veranderen mee. Technologische ontwikkelingen, zoals DNA-onderzoek, die spelen een belangrijke rol, evenals de intensivering van de publicitaire aandacht voor de strafrechtspleging en de
toegenomen aandacht voor belangen van slachtoffers en nabestaanden. En toch is een waarschuwing op haar plaats. Toch kleven er belangrijke bezwaren aan de voorgestelde regeling. En die betreffen, om het modieus te zeggen, het verwachtingenmanagement. Collega André Klip, hier aanwezig, die heeft het heel treffend beschreven welke gevolgen dat kan hebben. Hij schreef dat in een stuk onder de kop totaalstrafrecht. Het aardige is dat Maurice Adams, hier eveneens aanwezig, enkele weken geleden hier een rede hield. Een tweede inaugurele rede. En hij gebruikt dezelfde term, maar zij gebruiken het onafhankelijk van elkaar. Ik citeer nou Klip. Ik zou hierin willen onderscheiden naar de gevolgen voor de handhaving, voor het verwachtingspatroon en voor de uitgangspunten van het strafrecht. Bij gelijkblijvende capaciteit wordt het gat tussen de delicten waarover vervolgingsrecht bestaat en waar vervolging kan plaatsvinden steeds groter. Een steeds kleiner percentage van de strafbare feiten zal gehandhaafd kunnen worden. De uitbreidingen zullen nieuwe claims leggen ten aanzien van zeer de belanghebbende burger. En die krijgen een grotere rol in het nemen van vervolgingsinitiatieven. Verwachtingen die stijgen, maar het groot beslag op de beschikbare middelen. De vervolging van een zedenmisdrijf dat zich 36 jaar geleden heeft voorgedaan is veel complexer, arbeidsintensiever en het kent een veel groter afbreukrisico dan hetzelfde misdrijf dat gisteren is begaan. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat er nog betrouwbaar bewijs is. Daar kan nog aan worden toegevoegd. Dat was het einde van het citaat. Ik zeg, daar kan nog aan worden toegevoegd dat voor de gewezen verdachte ook ontlastend materiaal door het tijdsverloop verloren kan zijn gegaan. Maar het DNA-bewijs dan, zult u vragen. Een soort tovermiddel, wordt het wel eens gezien. Ja, dat heeft inderdaad in enkele zaken een belangrijke rol gespeeld in het ophelderen van cold cases. Dat is absoluut niet te ontkennen. De zaak Marianne Vaatstra tegen Jasper S., die is opgelost dankzij een bevolkingsonderzoek, waaraan opmerkelijk genoeg de verdachte, want dat is hij nog steeds overigens, vrijwillig meedeed. Maar DNA-matches zullen zelden of nooit voldoende bewijs opleveren op zichzelf. En dat is ook al het geval trouwens bij nieuwe zaken, laat staan bij die cold cases. Tweede voorbeeld in deze categorie, herziening ten nadele. In het verband kan een andere recentelijk aanvaarde wettelijke regeling niet onbesproken blijven. En dat is dus die herziening ten nadele van de gewezen verdachte. Nadat hij bij onherroepelijke uitspraak is vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging. In april 2013 aanvaarde de Eerste Kamer met de kleinst mogelijke meerderheid, 36 tegen 35 stemmen, ze waren er dus niet allemaal bij, het wetsvoorstel herziening ten nadele. Voorwaarde voor de herziening door de Hoge Raad na onderzoek door en op voordracht van de procureur-generaal bij de Hoge Raad wordt mogelijk indien dit in het belang van een goede rechtsbedeling, dat wil zeggen niet als een herkansing van een knullig verlopen opsporingsonderzoek waarvan alles over het hoofd is gezien, in het belang van een goede rechtsbedeling niet is geboden en er moet dan ook sprake zijn van het ernstige vermoeden dat als een bepaald gegeven dat niet bekend was, wel bekend zou zijn geweest, dat dan een veroordeling zou zijn gevolgd. Zou ik u kunnen zeggen, een vrij hoge drempel. Bovendien is er ook een beperking in voor de misdrijven waarvoor deze regeling zou gelden. Het geldt alleen voor opzettelijk begaande misdrijven die de dood van een ander ten gevolge heeft gehad. Ja, is dat nou werkelijk zo beperkt? Oorspronkelijk was het de bedoeling dat herziening alleen mogelijk zou zijn indien op het betreffende misdrijf levenslange gevangenisstraf stond. Maar uiteindelijk is gekozen voor een veel ruimere kring van misdrijven. Die kring omvat ook misdrijven waarbij het de dader op zichzelf niet ging om de dood van een ander of andere. Bijvoorbeeld brandstichting, de dood en gevolgen hebbend. En andere door het gevolg gekwalificeerde misdrijven. Dus het is toch een vrij grote categorie die hier wordt ingevoerd. Ook hier wordt aangevoerd de toegenomen technologische mogelijkheden, met name DNA-onderzoek en de intensievere publiciteit die de herinnering telkens weer doet herleven. Op zich, denk ik, is dat correct. Het argument dat de strafbehoefte door tijdsverloop verbleekt, en dat was een van de pijlers onder de vroegere verjaringsregeling, dat argument gaat dus niet meer op.
Terwijl het andere argument, het teloorgaan van mogelijkheden voor betrouwbare waarheidsvinding, misschien wat aan kracht heeft verloren dankzij die technologische vernieuwingen. Blijft echter opnieuw het bezwaar dat de waarheidsvinding onmiskenbaar veel moeizamer zal verlopen, zodat de gevallen die voor herziening in aanmerking komen, naar mijn verwachting zeldzamer tot zeer zeldzaam zullen zijn. Daar komt in het geval van herziening ten nadele vergeleken met de verjaringsregeling nog iets bij. De beginselen ne bis in idem en lites finiri oportet, het proces moet gesloten worden. Die beginselen staan voor het belang van de gewezen verdachte dat hij niet ten eeuwige dagen voorwerp zou moeten blijven van justitieel onderzoek. En invoering van deze herzieningsmogelijkheid kan onderzoeksjournalisten, burgerinitiatieven, al of niet in samenwerking met nabestaanden stimuleren de gewezen verdachte als een terrier te blijven volgen. Omdat de aanvaarde regeling in een daarop gebaseerde algemene maatregel van bestuur ook de mogelijkheid verschaft om van de gewezen verdachte afgenomen lichaamsmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek onbewerkt te bewaren, in afwijking van de tot dusver geldende regeling in de DNA-besluit, is ook de persoonlijke levenssfeer in het geding. En artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De ruimere kring van feiten waarbij herziening mogelijk is en de onbeperkte bewaarplicht van lichaamsmateriaal heeft het toch al omstreden wetsvoorstel controversieel gemaakt, zoals wel blijkt uit de stemverhoudingen in de Senaat, die ik net noemde. Interessant is dat ook tegenstemmers zoals D66, in dit geval het lid collega Engels, dat die tegenstanders blijk geven van het onderkennen van de tijdgeest. Daar zijn ze dus niet blind voor. En dan citeer ik Engels. De D66-fractie herkent niettemin de met de huidige tijdgeest samenhangende politieke aanleiding voor dit voorstel. Bij de voorstanders die zich sterk lijken te identificeren met de wereld van de zogenoemde crimefighter, staat voorop, zegt nog steeds Engels, dat het recht zijn beloop moet hebben, dat een schuldige vastbehoort te zitten en dat de rechten en gevoelens van slachtoffers zwaarder wegen dan die van vrijgesproken verdachten. Mijn fractie, D66, ziet hierbij ook de in bepaalde politieke kringen sterk levende hang naar law and order denken, waarbij het streven naar een verdergaande justitiële repressie voorop lijkt te staan. Illustratief voor deze in bepaalde segmenten van ons maatschappelijk en politiek landschap levende sentimenten is wat men dan noemt hij noemt het een amateursociologisch term geduide verschijnsel Peter R. de Vries. Nu moet ik in aanleiding van dit citaat wel zeggen dat ik geen enkele bezwaar heb tegen onderzoeksjournalisten en ook niet tegen Peter R. de Vries. Maar, ik denk dat Engels een punt heeft als hij die tendens aanduidt van repressie waarbij rechtswaarborgen en klassieke principes en ook de privacy op de tocht komen te staan. Aan de andere kant is het ook belangwekkend en misschien ook wel typerend dat het voor het Nederlandse polderen ook op strafrechtspolitiek gebied wordt gepolderd. Is het typerend dat niet alleen een minister, maar ook een populistische partij als de PVV, die actief aan dit debat over de verjaring deelnam en over, in ieder geval daar een heel principieel verhaal in de Senaat heeft gehouden, dat dit ook zich in ieder geval zegt te houden aan klassieke principes. Dus het referentiekader is hetzelfde. Zou je dan denk je, nee, dat is toch wel weer opmerkelijk. Spreekt niet vanzelf. Persoonlijk ben ik niet blij met de, naar mijn mening, in ieder geval te ruime regeling van de verjaring en de herziening ten nadele. Maar ik beoordeel deze voorstellen, of de wetten inmiddels, toch positiever dan de eerder genoemde maatregelen die ik een tijdje terug in dit verhaal behandelde. Maar dat positieve oordeel strekt zich niet uit tot de wijziging in het besluit DNA-onderzoeken en het besluit identiteitsvaststelling verdachte en veroordeelde en ook niet tot de nu aanvaarde terugwerkende kracht van de besproken wet. Wat mij betreft, en ik ben dat eens met collega Wiene van Hattem, wordt hier de rechtszekerheid, ook weer zo'n klassiek principe, op onaanvaardbare wijze op de tocht gezet. Dan kom ik tot het laatste onderdeel, het afnemend vertrouwen in de rechtspraak. En als voorbeeld daarvan die minimumstraffen. De misschien vaak stiekem, maar intussen wel heel goed gelezen glossy meester, MR. Een magazine voor juristen, dus voor de niet-juristen onder ons, het is de equivalent van arts en auto, zoiets.
zal mijn zwager Robert, dan kan hij zich iets bij voorstellen. Maar dat, in die glossie vroeg men mij in 2012 om een column te schrijven naar aanleiding van de vraag wat ik zou doen als ik morgen minister van Justitie, Veiligheid en Justitie was toen, zou worden. Het zijn altijd wel leuke denkexercities natuurlijk. Dus ik ben daarop ingegaan en mijn antwoord luidde allereerst de naam van het departement weer terugwijzigen in Departement van Justitie. Vervolgens kondigde ik vastberaden aan dat ik twee wetsvoorstellen zou intrekken. Het eerste het voorstel over de invoering van specifieke minimumstraffen bij recidieven van zwaardere delicten. En in de tweede plaats het voorstel tot invoering van kostendekkende griffierechten. Ik schreef, beide onderwerpen raken aan maatschappelijke rechtvaardigheid en respect voor de rechtspraak. Over het voorstel over minimumstraffen schreef ik, het wetsvoorstel minimumstraffen is niet voor niets door vertegenwoordigers van de rechtspraak en de advocatuur zwaar bekritiseerd. Het is in feite een motie van wantrouwen tegen de rechter die niet wordt ondersteund door enige empirische evidentie en daarom volstrekt ongerechtvaardigd is. Fact-free politics dus. Toepassing van de regeling, ging ik verder, kan in individuele zaken leiden tot onrechtvaardige, want disproportionele uitkomsten. De rechterlijke straftoemetingsvrijheid die ons land kent, dat is een verworvenheid die juist moet worden gekoesterd. Het wetsvoorstel geeft een verkeerd signaal dat erop neerkomt dat de strafrechter te soft is. Uit empirisch onderzoek blijkt echter dat dat niet het geval is. De tijden waarin Nederland een eiland van clementie was binnen Europa, ligt al lang achter ons. Dat is niet iets om je over te verheugen, in tegendeel. En het is al helemaal geen reden om er nog eens een flinke schep bovenop te doen. Nou, en ter afsluiting van diezelfde column schreef ik dat mijn benoeming tot minister geen erg waarschijnlijk scenario was. Maar dat geen reden was om niet even te dagdromen. Dagdromen? Ik ben zoals gezegd van nature geen pessimist, maar ik had toch niet verwacht dat ik door de val van het kabinet Rutte 1 zo snel mijn zin zou krijgen zonder zelf minister of staatssecretaris te moeten worden. Welke ironie trouwens dat wel die bewindslieden die maatregelen hadden bedacht, of tenminste omarmd, op hun posten bleven. Ook al is het voorstel, tenminste voor de time being, van de baan. Het is toch interessant om nog even nader in te gaan, en dan ga ik zo langzamerhand afsluiten, nader in te gaan op de filosofie erachter. Wat houdt het voorstel in? Het betreft de invoering van minimumstraffen voor die gevallen waarin iemand eerder was veroordeeld tot een al dan niet voorwaardelijke gevangenisstraf van misdrijf op 12 jaar gevangenisstraf of meer is gesteld. Als deze persoon binnen 10 jaar opnieuw wordt veroordeeld voor een misdrijf waarop 8 jaar of meer maximaal was gesteld, zou de rechter verplicht zijn tenminste de helft van de door de wet voor het betreffende misdrijf opgelegde maximum op te leggen. Nog gold dan wel de eis dat het nieuwe misdrijf een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer had opgeleverd. Evenals in het recentere geval van de zojuist besproken strafbaarstelling van illegaal verblijf, legde de regering een forse reeks van zeer kritische adviezen op deze regeling naast zich neer. Ook in dit geval lijkt het verwijt van fact-free politics terecht. De rechters Janssen, Koemzoeis, Janssen, Koekenbakker en Sikkel, die hebben ooit daarover geschreven in het NJW, die hebben zich erg verdienstelijk gemaakt om door vanaf de werkvloer te laten zien aan de hand van een rijke casuïstiek wat het voorstel kan betekenen en waaruit dan ook blijkt naar hun oordeel en het mijne dat het niet deugt. Zij zeggen onder andere, wij als degene die dagelijks geconfronteerd worden met de mensen voor wie dit wetsvoorstel verstrekkende gevolgen zal hebben, willen uitdrukkelijk laten zien hoe ongewenste gevolgen kunnen uitpakken. In het bijzonder voor die mensen die niet behoren tot de groep recidiverende hardcore criminelen, maar die wel op enig moment met justitie in aanraking zijn gekomen. De moordenaars, de verkrachters en andere zware geweldplegers en zedendelinquenten die ook nog eens in herhaling zullen vervallen, worden nu reeds door strafrechters in ons land hard gestraft. Nou, ik kan uiteraard hier niet die gehele casuïstiek weergeven, maar ik pik er eentje uit. Dat is dus weer een citaat van Janssen Koemzoeis. 6 jaar voor de twee broers die geld terug willen van hun ex-zwager. Zij gaan naar die ex-zwager toe en raken betrokken in een vechtpartij om het geld te krijgen. Zowel de broers als de ex-zwager lopen zwaar letsel op. Dat op de terechtzitting blijkt dat de ex-zwager het geld een dag eerder onder bedreiging van een mes had afgeperst van de zus van de broers,
is evenals het eigen letsel bij de broers een omstandigheid waar de rechter bij de straftoemeting, wordt het voorstel dan niet doorgevoerd, geen rekening mag houden. Nou, zo'n voorbeeld spreekt denk ik duidelijke taal. Dat opgenomen hardheidsclausule voldoende soelaas biedt, is volgens de auteurs, ik denk dat ik dat met ze eens ben, dat biedt geen uitkomst. Het verplichte minimum geldt ongeacht of in de eerste zaak een lichte straf is opgelegd en of in de nieuwe zaak sprake is van poging tot medeplichtigheid. Nee, dat staat hier niet. Want dat kan ook helemaal niet. Van poging of medeplichtigheid. Maar dat had je al begrepen. Ja, dat is al de les 1 op hoorcolleges, hè, dat je zegt dat een van de uitzonderingen waar poging niet kan. Volgens Taro Spronken, ik zie haar ook lachen op de tweede rij. Volgens Taro Spronken symboliseert de invoering van minimumstraffen bij uitstek de houding die het politieke bestuur aanneemt ten opzichte van de rechterlijke macht. De zwakste macht van de trias, die het moet hebben van motiveren en zichtbare consistentie, maar ook van individuele gerechtigheid. Goed, ik kom langzamerhand tot een afronding. Dit is een beetje voorbarig, dank voor de aandacht, maar ik sluit wel af. Het is niet helemaal een spiegelbeeld. Het is grimmig, maar het is misschien ook wel een beetje vrolijk. En het is van Lutjebert natuurlijk, maar dat had hij wel gezien. Hoe moeten strafrechtswetenschappers zich verhouden tot de grimmige werkelijkheid en de weerspiegeling daarvan in het strafrecht? Ik zei al, ik ben een optimist, maar ik ben niet naïef. Daarom ben ik verheugd dat ik kan wijzen op positieve initiatieven en geluiden. Ik noemde al het Forum Levenslang en ik wijs ook op het manifest van jonge strafrechtsjuristen in 2011, waarop hier in Tilburg een waardevol multidisciplinair congres is gevolgd. Ik doe met enige trots ook de inbreng van de commissie Meijers, waar een aantal leden aanwezig is en ook Tilburgse collega's actief, zeer actief meedoen. Als een waardevol instrument, forum om de humanisering van de strafrechtspleging te blijven bevorderen en bevechten. En dan met name ook in Europees verband. De collega's Spronken en Jan Krijns, ook hier aanwezig, die signaleerden onlangs, hoewel ook zij niet vrolijk waren over de beleidsvoorstellen van de laatste regeringen, dat op sommige punten kritiek tot aanpassingen heeft geleid. Ik denk bijvoorbeeld aan de sancties in het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht, waarin de maximale duur van de jeugddetentie inmiddels is teruggebracht van 4 naar 2 jaar. Dat was hij dus al, dus die uitbreiding naar 4 jaar is dan weer hersteld. Het blijft dus frappé toujours. En om de cirkel van mijn werk hier in Tilburg rond te maken, zou ik kunnen citeren uit eerdere oraties. Ik heb inmiddels 3 inaugurale oraties gehouden. En dan zou je ook kunnen, dat laat ik aan de lezers van het boekje over, dan zou je kunnen zien inderdaad, sommige dingen worden toch teruggedraaid, worden tegengehouden. En ik denk dat het een uitstekende taak is voor strafrechtswetenschappers en criminologen om daarop om hun kritiek naar voren te blijven brengen. Ik kom tot een persoonlijk slotwoord. Ik ben dankbaar dat ik in Tilburg mijn loopbaan als strafrechtswetenschapper mag afsluiten. Naar Utrecht, waar ik als onderzoeker werd aangesteld, Maastricht en Leiden heb ik hier op een mooie faculteit en een stimulerende universiteit mijn ding kunnen doen. Mark Groenhuizen haalde mij naar Tilburg en wij werkten tot voor kort samen, onder andere in de redactie van de Losbladeren Melee met François Christen en die onlangs weer vader is geworden, en Thijs Kooijmans, mijn dakpanopvolger. En wij hebben daar een schat van herinneringen. Als u ons daarover hoort vertellen, dan kunnen wij urenlang geamuseerd aan de praat blijven. In dit verband noem ik nog onze zeer betreurde collega wetenschapper, ook advocaat, Dirk van der Landen, die begin dit jaar veel te vroeg is overleden. Hij was ook een algemeen hooggewaardeerde strafrechtadvocaat in mijn oude kantoor, de Roos en Pen. En mijn oud kantoorgenoten zeg ik hierbij nog eens dank. En ik wens ze ook veel sterkte. Mijn proximie Mark Groenhuizen en Thijs Kooijmans, die ben ik dankbaar voor een plezierige en productieve samenwerking. En in hen dank ik ook andere fantastische collega's van het departement strafrecht. Echt ongelooflijk warme en
kwalitatief goede club. Ik dank ook Marianne de Jong, mijn eerste secretaresse, onze eerste secretaresse die ik hier ontmoette. En verder natuurlijk de huidige secretaresses Emmy Bos en Margaret van Vught. Onderwijs en onderzoek gedijen alleen in een omgeving waar royaal en loyaal wordt samengewerkt. Van een dergelijke omgeving is het departement Strafrecht van Tilburg Law School, om het nog eens in het Engels te zeggen, een prachtig voorbeeld. Zoals dat overigens ook gold, dat wil ik graag hier met nadruk zeggen, voor de collega's in Leiden, Tineke Klerre, Jan Krijns nu, en Maastricht, Gerard Mols, Taru en anderen. Het is leuk en mooi dat Alette Smeurders als een van mijn promota in Maastricht, nu hier in Tilburg, mijn kamergenoot werd. En dat geldt ook voor Gerben Meijner, die vanaf de VU is gekomen, of daar nog werkt, maar in ieder geval daar vanafkomstig is. En de VU is mijn alma mater. Mijn activiteiten liepen soms wel enigszins anders dan Mark en ik bij het begin hadden kunnen voorzien. Er kwamen zaken op ons af, zoals de commissie evaluatie afgesloten strafzaken, die mij heel veel tijd hebben gekost en energie, hoewel het een ongelooflijke leerzame en boeiende activiteit was. En wat mij betreft ook enkele jaren bestuurlijk werk in het faculteitsbestuur. En ook in dat faculteitsbestuur beleefde ik een mooie samenwerking met Randall de Saffer, Jonathan Verschuren, Irene de Boer, Janneke van der Heijden en Ed Zelen. En niet te vergeten oud-directeur Matt van Essen, Hein Koppers en de andere medewerkers van de tweede verdieping, zoals ze dat noemen. En dan laat ik het name-dropping verder voor wat het is. En besluit mijn geliefde en mijn dierbare hier op de voorste rij ook te bedanken voor dat ze er zijn en hoe ik ze beleef. Ik heb gezegd. Dank collega De Roos voor zijn afscheidscollege. Het zal u niet geheel verrassen dat er enkele mensen zijn die nog wat willen zeggen over en misschien tegen collega De Roos. En de eerste die zal spreken is de decaan van Tilburg Law School, professor Corine Prins. Zij heeft het woord. Hooggeëerde collega De Roos, beste Theo, beste collega's van Theo, vrienden, familie. Mijn collega Thijs Kooijmans zal jou straks vast het een en ander toespreken vanuit de inhoud, vanuit de collegialiteit in de vakgroep. Ik wil op een iets abstracter, wellicht ook vanuit een bestuurlijk perspectief, wat woorden tot jou zeggen. En dan zie ik drie lijnen kenmerkend voor jouw universitaire loopbaan. En je hebt al aangegeven, je hebt meerdere universiteiten gezien en daar gewerkt. Cyril Feyenoord, ik zal hem even niet zo snel zien. Hij zit hier ergens, zei zojuist bij de aanvang van deze ceremonie. Theo is net zoals ik een zwerfkat. Wij zijn overal geweest. Utrecht, Maastricht, Leiden, Tilburg, je noemde het al. En als ik van een afstand naar die verschillende perioden in jouw universitaire carrière kijk, dan zie ik drie lijnen, dan trek ik drie kenmerkende lijnen. Kenmerkend allereerst voor jouw invulling van het hoogleraarschap is de combinatie van funderend en toegepast onderzoek. En de combinatie van wetenschap en maatschappelijke dienstverlening. Telkens weer zocht je naar mogelijkheden om niet alleen de kennis die je in de academie opdeed ten dienste te stellen van de rechtspraktijk. Je liet je ook voor je onderzoek inspireren door die praktijk. En we zijn er zojuist getuige van geweest. Al ver voor de universitaire wereld breder aandacht en waardering kreeg voor de wisselwerking tussen en kruisbestuiving van een conceptuele vernieuwing enerzijds en praktijkoriëntatie anderzijds, valorisatie moet ik maar even als term hier noemen, was jij ervan overtuigd dat je voor vernieuwend wetenschappelijk onderzoek vooral ook buiten moet spelen. Kenmerkend is ten tweede de combinatie van wetenschap en bestuurlijk universitair werk. Je hebt er zojuist ook al aan gerefereerd. Bij alle universiteiten waar je in de loop der jaren aan verbonden bent geweest, ben je bereid geweest bestuurlijk werk op de schouders te nemen en je eigen agenda daarmee in dienst te stellen van anderen.
Ook onze faculteit heeft hiervan mogen profiteren. Je hebt diverse jaren als vice-decaan onderwijs je ingezet voor onze opleidingen, voor onze studenten en voor onze docenten. En tenslotte het derde kenmerkende element, de bereidheid om met een zekere regelmaat te verkassen, de zwerfkat. En zo hebben meerdere universiteiten van jou mogen profiteren, van jouw passie voor straf- en strafprocesrecht en jouw expertise op het bestuurlijk vlak. Utrecht, Leiden, Maastricht en tenslotte hier Tilburg, ik noemde het al. En dat betekent dat in mijn schaduw en in de schaduw van wat ik hier kort tegen jou zeg, vele andere collega's zitten en hun woorden van dankbaarheid tot jou richten. Collega's die voor een belangrijk deel hier ook in de zaal aanwezig zijn. En om mijn dankwoord daarom mede namens hen invulling te geven, heb ik iets bedacht. Onlangs zong Nederland luidkeels Bea bedankt. Wees niet bevreesd, Theo. Het is geenszins de bedoeling dat nu iedereen hier in deze zaal gaat opstaan en Theo bedankt gaat zingen. Dat heffen wij niet aan. We hebben overigens ook niet geoefend. Toch inspireerde dit danklied mij tot het volgende. Ik weet niet of het nog bestaat, maar vroeger, in een ver verleden, kon je bij de radio een plaatje voor iemand aanvragen. Arbeidsvitamine en dat soort dingen. Als dank, als troost of zomaar even voor iemand. Wel nu, ik heb een vijftal van jouw universitaire collega's die in zekere mate representatief zijn voor de plekken waar jij de afgelopen jaren jouw krachten aan hebt gegeven, de volgende vraag voorgelegd. Als je, ter gelegenheid van het afscheid van Theo, via de radio een verzoeknummer voor hem zou mogen aanvragen, als dank voor al zijn inzet, welk liedje zou je dat dan zijn? En waarom speciaal dat liedje? Luister. En al is het iedere keer nu een klein fragment, maar hoor dat in hun keuze jouw persoon en jouw inzet wordt getypeerd. Graag het eerste fragment. Ja, we kunnen het helaas niet, de tijd is beperkt, allemaal helemaal afdraaien. Je krijgt ons van ons nog een stikje. Maar het is Tineke Claire, hoogleraar straf- en strafprocesrecht, die vandaag niet aanwezig, die dit liedje voor jou laat draaien. En zij vertelde me, en ik citeer, Theo houdt erg van klassieke muziek, bijvoorbeeld cello suites van Bach. Maar als ik aan een liedje denk, en nog Nederlandstalig, dan kies ik voor zijn actieverleden. En de betekenis daarvan voor zijn werk. En dan zijn natuurlijk de protestliedjes uit de jaren 60 en 70, zoals Meneer de President van Boudewijn de Groot, u herkende het vast al, of Ben ik te min? Van Armand, niet te missen keuzes. Dat is het eerste verzoeknummer. Het tweede, graag. Een korte. Oh. Oké, okay. Taro Spronken, hier wel aanwezig. Jouw collega in Maastricht liet mij weten, ik moet meteen denken aan La Donna in Mobile uit Verdi's Rigoletto. En dan gezongen door bijvoorbeeld Pavarotti. En waarom? Wij plachten en plegen nog steeds bij feestelijke gebeurtenissen in onze vakgroep met alle leden een act op te voeren voor het feestvarken. Zo hebben we een keer een stukje opera opgevoerd voor iemand die gepromoveerd was met zelfgemaakte teksten op La Donna in Mobile met Theo achter de piano die ons begeleidde. Dat leidde tot chaotische tevreden. Iedereen kreeg de slappe lach. En Theo maar onverstoorbaar doorspelen. En Pavarotti nadoen. Tekenend voor Theo. Die onverstoorbaarheid. Ik heb een keer in een panel met hem gezeten. En toen viel hij tijdens de paneldiscussie ten overstaan van de gehele zaal in slaap.
wij hem elleboogjes geven, waarop hij weer wakker schoot en gewoon de draad van de discussie weer oppakte. Alsof er helemaal niets gebeurd was. Prachtig. Een derde fragment. We kennen hem allemaal, toch? Prachtig. In Maastricht kreeg je Jaap van der Heerik, nu hier ook in Tilburg, jouw collega, als collega. Sindsdien hebben jullie diverse promovendi gezamenlijk succesvol begeleid, ook hier. Maar kennen deden jullie elkaar natuurlijk al veel langer. En vandaar dat Jaap graag Flowers of San Francisco van Scott McKenzie laat draaien, voor jou. En ik citeer Jaap, hij zit hier in de zaal, althans een deel van Jaap. Want hij stuurde natuurlijk zo'n lange mail. Wij kennen Jaap. Het is het begin, citaat. Het is het begin van de flauwe power time. We hebben het over 1966. Het jaar dat Theo en ik tegelijkertijd aankwamen. We hadden dezelfde mentaliteit. Hij woonde op Uilenstede 64. Daar kwam ik vaak. En dan bridgeden we. Soms met Bart, met Theo, met Jaap en Eelco. Eelco Brinkman. Moet Jaap er even bij melden. Het waren mooie tijden. Ik zou Theo herinneren aan zijn tijd in de VVDM, de Vereniging voor Dienstplichtige Militairen. Hij had toen het genoegen om staatssecretaris Van Lent een petitie aan te bieden. En die foto met die kleine Theo erop, met lang haar, werd op vele plaatsen gepubliceerd. Daar was hij heel trots op. En met Jaap van der Heerik kunnen we ook overstappen naar Tilburg. Allereerst het verzoeknummer van de voorzitter van jouw vakgroep, Thijs Kooijmans. Zien met haar wit blauwe en ik citeer Thijs. Het liedje dat ik voor Theo zou aanvragen is Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder van Ramses Shaffy. Reeds in deze titel komt de veelzijdigheid tot uitdrukking die ook zo eigen is aan Theo. En ik licht dat toe. Zing. Een van Theo's grote passies is de muziek. Niet alleen houdt hij zich er zeer actief mee bezig, ook kan hij er eindeloos over vertellen. Vecht, zowel als advocaat als in zijn hoedanigheid als wetenschapper, heeft Theo zich altijd sterk gemaakt voor een humane strafrechtspleging. Huil. In de loop der jaren hebben velen hun hart bij Theo uitgestort. Zo is mijn indruk. Bid. Theo groeide op in een, althans binnenkamers, vrijzinnig domineesgezin. Zou er een kausaal verband bestaan tussen de manier waarop hij werd opgevoed en de zeer sterk ontwikkelde taalgevoel dat Theo heeft? Lach. Natuurlijk spreekt dit steekwoord voor Theo voor zich. Iedereen die zich in zijn omgeving verkeert, kent zijn gulle lach. Maar niet onvermeld mag blijven dat Theo in staat is om moeilijke gesprekken, altijd met een kwinkslag of een anekdote, in een geheel andere, plezierige sleutel te plaatsen. Een werk. Theo is in staat om op 10 borden tegelijk te schaken. En als hem dan het verzoek bereikt of hij nog een extra klus op zich wil nemen, zal nee nooit een optie zijn. Bewonder. Natuurlijk zou ik nu kunnen zeggen dat ik Theo zeer bewonder en dat velen mij met mij dat doen. Maar ik bedenk dat het veel aardiger is om te vermelden dat Theo op zijn beurt juist een enorme bewondering heeft voor ontluikend talent. Of het nu gaat om een nieuwe medewerker in de vakgroep, een advocaat-stagiair op zijn mooie kantoor of een nieuwe griffier bij het gerechtshof, Theo geniet met volle teugen van het talent en de werkkracht van deze aanstormende toppers. En dan het laatste verzoeknummer. Afkomstig van de voormalig decaan van onze faculteit, die met jou optrok, je hebt het al genoemd, tijdens jouw vicedecanaat onderwijs. Graag het fragment. All the last time we saw you. Look so much older, your famous blue raincoat was torn at the shoulder. Randal had een kort antwoord. En met dat antwoord sluit ook ik af. Want mooier had ik de laatste woorden van dit dankwoord aan jou niet kunnen formuleren.
Ik citeer hem dan. Ja, op de vraag die ik hem stel. Het antwoord, dat is gemakkelijk. Famous Blue Raincoat van Leonard Cohen. Een klassieker, zoals Theo, van een man, gerijpt door het leven. Over een bohemien die komt en gaat. En met zijn drang naar vrijheid, charme en zijn ingebouwde onmogelijkheid om mensen af te vallen, overal mee wegkomt en altijd bij blijft. Dankjewel. Dank Corien Prins en ik overweeg om dit deel tot een vast format aan dit soort colleges te hebben. Er is een tweede spreker, als u goed heeft geluisterd is die al indirect aangekondigd. Dat is professor Thijs Kooijmans, voorzitter van het departement strafrecht wetenschappen. Hij heeft het woord. Hooggeleerde collega De Roos, beste Theo. Theo, zojuist heb jij je wetenschappelijke loopbaan afgesloten met een mooi en bevlogen afscheidscollege. En daarmee is in ieder geval op papier een einde gekomen aan een werkzaam leven in de wetenschap. Zoals wij jou kennen, zul jij in de toekomst natuurlijk niet achter de spreekwoordelijke geraniums op een woonark gaan zitten. Voordat ik daar wat meer over zeg, is het misschien wel goed om eerst de blik nog even te richten op de jaren die achter ons liggen. Theo. Als er een biografie over jou zou worden geschreven, dan zou die biografie, denk ik, lezen als een kruising tussen een rebels jongensboek en een onderhoudende actietriller. Geboren in 1948 in, jawel, je zei het al, in Tilburg. En later als zoon van een dominee, je refereerde daaraan, rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, en daarna in de jaren 70 begon je je loopbaan. En dat deed je als docent recht aan de Sociale Academie De Horst in Driebergen, De Horst. Dames en heren, voor iemand van mijn generatie is dat wellicht een onbetekenende feitelijke mededeling. Maar wie de generatie van jou, Theo, een klein beetje kent, die weet dat De Horst destijds een soort zelfverklaard intellectueel bureau, centrum van maatschappelijke bewustwording was, waarin activisme tegen het establishment het vaak won van didactische en pedagogische overwegingen. En tegen die achtergrond is het niet helemaal verwonderlijk dat jij ook je dienstplicht aangreep om bredere belangen te dienen. Het werd al gezegd zojuist door de decaan, je werd voorzitter van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen. En dat heeft jou en passant een stevig dossier van de BVD opgeleverd. En dat op zichzelf is denk ik al het noemen waard, want als er nu iemand is die in het geheel niet staatsgevaarlijk is... Ja, en je refereerde er al aan. Je werd aangesteld als wetenschappelijk medewerker in het Pompinstituut in Utrecht en je promoveerde daar in 1987 op een befaamd geworden dissertatie over criteria voor strafbaarstelling bij economische delicten. En ook hedendaagse rechtenstudenten, bijvoorbeeld onder de naam Gunning, die bestuderen jouw dissertatie nog steeds. En toen jij je proefschrift schreef, combineerde je je wetenschappelijke werk, het werd ook al gezegd, met de rechtspraktijk. Zoals iedereen hier namelijk weet, was jij tussen 1977 en 2010 ook werkzaam in de advocatuur. Als medeoprichter en als naamgever van een kantoor, waarvan mij de naam nu even is ontschoten. Maar vanuit wetenschappelijk oogpunt valt natuurlijk het meeste op dat je de voorbije decennia, en ook dat is al gezegd, aan niet minder dan 3 universiteiten hoogleraar bent geweest. In de jaren 90 in Maastricht, van 1997 tot 2005 in Leiden en daarna tot op de dag van vandaag aan Tilburg University. En er zijn maar weinig collega's die het overal goed hebben gedaan en ook overal als persoon en als collega worden gewaardeerd. En daar zijn in jouw geval, denk ik, zeer goede redenen voor. Je bent een samenbindende factor. Je kunt net zo goed overweg met de elite van de universiteit als met de jongste generatie medewerkers en met studenten bijvoorbeeld. Je spreekt de taal van de advocatuur net zo gemakkelijk als die van de overige gevestigde orde. Je bent populair als kritische wetenschapper. Je bent de luis in de pels van de strafrechtsbedeling. Maar je bent even gewild als adviseur in de hoogste kringen van het Openbaar Ministerie.
Je bent een mediaprofessor die heel vaak op de televisie verschijnt, maar tegelijk ook de serieuze hoogleraar die voor menig regeringscommissie om advies wordt gevraagd. Zo was het in ieder geval voor het merendeel van jouw tijd tot in januari 2011. Want op dat moment maakte jij voor een belangrijk deel van jouw loopbaan, van je werktijd, de overstap naar het gerechtshof Den Bosch, om daar in 's-Hertogenbosch raadslid te worden. En het doet mij dan ook zeer goed om hier vandaag zoveel Bossen collega's te zien. Natuurlijk mag niet onvermeld blijven dat je bijna 25 jaar lid bent geweest van de redactie van het losbladige commentaar op het wetboek van strafvordering, de melee in de wandeling. Je was een vooraanstaand lid van de commissie Meijers en je was een van de weinige leden van de CEAS die medeverantwoordelijk is voor meer dan één compleet zaaksonderzoek. Nou, als ik dan terugkeer naar de wetenschap, dan wil ik in het bijzonder nog even de aandacht vestigen op de onderzoeksbegeleiding door jou van jonge promovendi. En als het schrijven van een proefschrift door je promovendi even wat moeizamer leek te gaan, dan schakelde jij stevast over naar het Engels. Het Engels. Je begon dan altijd met "You should kill your darlings." Tja, kill your darlings. Dat zal beroepsdeformatie berusten. En dan was het "The devil is in the details." Daar is misschien wat te bespeuren van de protestantse achtergrond. Maar je eindigde telkens met "The proof of the pudding is in the eating." Ja, zo kennen we je weer. Je bewaart het lekkerste altijd tot het laatst. Maar zoals jouw leermeester Bert Zwart zou hebben gezegd, er is meer. Er is meer. Dames en heren, met Theo kun je spreken over alle uithoeken van het strafrecht. Je hebt talenten die voor sommigen verborgen zijn, voor anderen niet verborgen. Een van de talenten die iedereen kent en zeker ook hier gememoreerd zijn, dat betreft jouw muzikaliteit. Ik ken maar weinig vakgenoten met zoveel verstand van muziek, zowel actief als passief, als jij. Jouw eruditie. Noem een boek. En Theo heeft het gelezen. Sta je samen op de trein te wachten, bijvoorbeeld hier op Tilburg Universiteit, dan kan Theo op het perron hele verzen uit de klassieke Griekse literatuur uit het hoofd citeren. Ja, en is dat dan echt belangrijk? Daar zou je over van mening kunnen verschillen. Maar ik zie het als een teken. Ik zie het als een teken dat Theo de Roos een typisch intellectueel in de goede zin van het woord is, waaraan de universiteit en de samenleving als geheel zo'n grote behoefte heeft. Theo, vorig jaar hebben Mark Groenhuizen, Jannemieke Ouwerkerk en mijn persoonlijke het toen nog aanstaande moment van deze afscheidsrede aangegrepen om jou, laat ik zeggen, wetenschappelijke vrienden aan te zoeken om een bijdrage te leveren aan een voor jou uit te brengen vriendenbundel. En dat verzoek bleek bepaald niet aan dovemansoren te zijn gericht. Uiteindelijk is er een, ik zeg het in alle bescheidenheid, prachtige bundel tot stand gekomen waarin maar liefst 47 auteurs, die jij een warm hart toedraagt, mooie opstellen hebben geschreven over onderwerpen die de voorbije decennia jouw grote belangstelling hadden. En daar wil ik een klein beetje meer over zeggen, over dit liber. We weten allemaal, en voor zover we het niet wisten, heb je dat bijzonder treffend geïllustreerd vanmiddag, dat er vanuit de wetenschappelijke wereld al vele jaren wordt geklaagd, soms met succes, soms met minder succes, over een verharding van het strafrecht. De grenzen van strafbaarstellingen worden verder opgerekt. Straffen gaan omhoog, verjaringstermijnen, je zei het al, worden verruimd of zelfs afgeschaft. Het penitentiaire klimaat is ronduit guur geworden. Waar Nederland van ouds de naam had van een verdraagzaam land, gekenmerkt door tolerantie en een zekere strafrechtelijke mildheid, kunnen wij nu constateren dat wij in punitief opzicht vaker en ook harder optreden dan veel van de ons omringende landen. De menselijke maat lijkt nu steeds verder naar de achtergrond te verdwijnen. En natuurlijk is die trend in de literatuur ook al beschreven. Je noemde het ook al. Allerlei labels om aan te geven hoe betreurenswaardig deze ontwikkeling is. We hebben al gehoord totaalstrafrecht, turbostrafrecht, ook wel eens ADHD-strafrecht. Het is allemaal genoemd. En het vereist dan ook weinig fantasie om deze ontwikkeling te typeren als, laat ik zeggen, reusachtig strafrecht. En Theo, dat is een vorm van strafrechtspleging waartegen jij je gedurende je lange veelzijdige loopbaan consequent tegen hebt gekeerd. Jouw visie, en dat hebben wij vandaag eens te meer gezien, wordt gekenmerkt door tegengestelde oriëntaties. Wat wij dus nu maar zullen noemen roosachtig strafrecht. En daarmee is wat mij betreft ook de titel van dit liber amicorum verklaard.
roosachtig strafrecht. Theo, het is mij als jouw opvolger, dakpan, een geweldige eer en een groot genoeg om jou, mede namens Mark en Jan en Mieke, en meer in het algemeen namens de vakgroep strafrecht en jouw wetenschappelijke vrienden, dit liber te overhandigen. Het komt jou toe. Ik wil de collega De Roos niet overvallen, maar ik kan me heel goed voorstellen dat hij nog iets zou willen zeggen. Ja, en ik heb me heilig voorgenomen het kort te houden, dat doe ik ook. Ontzettend veel dank voor dat, zo van buiten te zien, prachtige liber inderdaad. Ik ben echt flabbergasted. En en verder vind ik eigenlijk het zo wel willetjes. Ik wens u een ontzettend leuke, ontzettend leuke borrel. Oké, tot ziens. Dames en heren, dit brengt ons aan het eind van deze academische zitting. U bent zo in de gelegenheid om collega De Roos de hand te schudden in onze portrettenzaal. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat u misschien eerst een drankje neemt en daarvoor een geschikt moment kiest. Verder wil ik u vragen bij het verlaten van de zaal voordank te verlenen aan het cortège van hoogleraren en onze bijzondere gasten die op de eerste rij zijn gezeten. Ik sluit deze zitting, mag ik u verzoeken te gaan staan. Dat wij volstromen met levensadem die ons aanvuurt tot wijsheid en kennis, om te halen wat onhaalbaar lijkt, om te helen wat onheelbaar schijnt.